Ik heb voor deze opleiding dierenveehouderij gekozen omdat ik eerder al een mbo-opleiding heb gedaan, ook dierenveehouderij, en ik hierin door wilde. In het eerste jaar is het heel veel basisvakken, waarin je dus de processen in een koe leert, maar ook bijvoorbeeld de bodem en het gras, wat ook wel heel belangrijk is. En dan later in de opleiding ga je er meer dieper op in, dus meer over bijvoorbeeld ziektes. Dus wat gebeurt er in een koe als hij ziek wordt, zeg maar, wat zijn de processen dan? En ook meer over voeding en nou ja, hoe je ook een heel bedrijf managt. Het doel van de opleiding dieren- en veehouderij is om studenten op te leiden in het agrarische werkveld. Daarbij focussen we ze niet alleen op het melkveebedrijf zelf, maar ook in de sector eromheen. Bijvoorbeeld adviseurs in de fokkerij of beleidsmedewerkers. Eigenlijk van alles wat je maar kunt bedenken om de agrarische sector heen. Het leukste van de opleiding is wel dat je heel veel stage kan lopen. Dat je daar dus heel veel praktijkervaring op kan doen. Dus dat je ook goed klaargestoomd wordt voor de arbeidsmarkt. De sfeer op school is heel fijn. Het is heel persoonlijk. Als je vragen hebt, kan je eigenlijk altijd naar docenten toe lopen. Het is wel gelijk eigenlijk als je iemand aanspreekt, wat kan ik voor je doen, waarmee kan ik je helpen? En daarmee is het eigenlijk helemaal niet formeel. Dat als jij ook bijvoorbeeld met persoonlijke dingen naar iemand toe komt, proberen ze eigenlijk alles te doen om je te helpen daarmee. Ik heb voor deze school gekozen omdat ik me hier eigenlijk fijner voelde. Ik moest toen in coronatijd moest ik kiezen. Ik wil toch wel iets wat echt wel goed bij me voelt en dat had ik hier eigenlijk wel gelijk.